Ernestas van Gent bezoekt een Paragnoston spookhuis. ABS Nieuws, donderdag 5 september. Is realiteit. Want in Sas van Gent is een leegstaand huis dat de bijnaam Spookhuis gekregen heeft. Een persfotograaf wilde er een verhaal rond maken. Hij ging ter plaatse op onderzoek en kwam met een merkwaardige ervaring terug. Maar je hoort dus eerst, nou, het is een spookhuis, dus ik denk, nou jongens, wacht even, hij komt eraan, even wachten. Dus ik heb drie spookjes in de auto gezet, ben hier naartoe gereden en ik heb foto's gemaakt. Maar wat blijkt? Dan kom je dus thuis, je gaat de foto's ontwikkelen. Er zitten dus in ieder geval vier foto's tussen, dat ik denk van, hij, dat ken hij helemaal niet. Dus ik denk, nou, daar moet ik toch eens meer van weten. Dus ik heb het naar een kennis gestuurd. Je zegt, er zat iets in de foto's. Was er een vreemd gezicht te bespeuren? Of was er een schaduw die er normaal niet zou mogen opstaan? Op die foto waren dingen namelijk. En dat kon niet, want ik... Andere foto's hadden een kale muur. En daar stond iets in. Wat dus, ja, wat er niet op thuis hoorde. Het spookhuis werd gebouwd in 1907. Toen woonde er een directeur van een glasfabriek in samen met zijn vrouw, zoon en dochter. En het zou die familie zijn die als geest in het huis verschijnt. Van 1940 tot 1945 hebben er verschillende gezinnen in het huis gewoond. Nu staat het huis al 46 jaar leeg. De paragnost Patricia bracht voor het eerst een bezoek aan het spookhuis. Maar de goede geesten hadden Patricia al eerder verrast met een bezoekje aan haar bed. Het meeste dat je natuurlijk ziet zijn de energieën en dat kan je wel eens schetsen of beelden van hoe die mensen eruit gezien hebben. Maar die vrouw kwam hier dus als blond over en inderdaad, dit is dus een goede vrouw. Weet je, die heeft gewoon, ja, een beetje ontzettend veel afgezien met die man en vandaar dus ook waarschijnlijk de lichte energie. Die man zag steeds donker, dus ook donker haar, donker pak, weet ik het allemaal, maar ja, die was gewoon slechterik. Voor Patricia staat het vast, het zijn geesten. Of ze hier voor eeuwig en altijd blijven is natuurlijk de grote vraag. Maar het huis zal nooit meer bewoond worden. Dat wordt gewoon afgebroken. En wat ik daarnet al zei, ik hoop dat ze er geen speeltuin op zetten, wat wie weet. Ja, daar bent u van overtuigd dat het geen goed geluk brengt hier? Meestal als zo lang daar iets op gezeten heeft, dus met toch bepaalde energieën, dan heb je toch de grond, de aarde, dat trekt toch allemaal een soort energie aan. Je gelooft het of je gelooft het niet, maar iedereen die deze namiddag daar aanwezig was, ondervond een technisch probleem. Voor Radio Zeeland was er het grootste probleem. De opnameband raakte in de knoei. Misschien ziet u nu wel echt spoken. Laat het ons zeker weten. Onderzoek naar spoken in Sas van Gent. Drie paragnosten namen een leegstaand herenhuis aan de Poeldijk vlakbij de grens onder de loep. Ze waren er naartoe gehaald door fotograaf Joost Knop uit Sluiskil. Die had vorige week al een foto met spoken in scène willen zetten. Maar toen hij ter plekke bezig was, verscheen een echt spook voor het slaapkamerraam. Een vermeng. Dus drie paragnosten, mevrouw Patricia Wijkaard uit Aardenburg, die onderzoekt op dit moment de voorzijde. De astroloog, de heer Meulenaerts uit België, hij probeert in de kelders te kijken. En we hebben ook paranormaal genezer Dennis Douwers uit Lamswaarden. En terwijl hier op de achtergrond een cameraploeg van een regionale Belgische omroep wat opnames staan te maken, een fotograaf en een verslaggever van een regionale krant uit Zeeland een beetje staan te lachen, probeer ik eens even met meneer Douwers te praten. Ja, je voelt bijzondere dingen in dit huis. Hè. Dat bleek in eerste instantie al een foto van Joost Knop. Die belde me van de week op van, ja, ik heb nou toch eens wat, wil je daar eens kijken? Aanvankelijk wijs ik die dingen meestal af, omdat het toch meestal gestoeid op een sensatie en zo. Dus, maar hij liet mij de foto zien en gaf me het idee dat hij de zaak toch wel serieus wilde benaderen. Vandaar dat ik hier ook gekomen ben en ja, toch een bepaalde indruk op doe hier. Het is een luguur allemaal. En inderdaad, wat die boer ook gezegd zou hebben, dat hier in 1945 een tank opgeblazen zou zijn met vier Canadezen. Patricia heeft ook hetzelfde. Daar moet heel veel, dat kleine jongetje, gestraft geweest zijn, want dat huilt daar ontzettend in dat hoekje. Dat die kelder misschien ik denk, en daar is like zo'n kleine
van een klein mannetje, een donkere energie dus. En dat wel, hoor ik huilen. Het is wel onder een trap, hè? Dat kan natuurlijk een trapkast zijn waar hij opgesloten is. Ik voel het zelf niet, dat zeg ik eerlijk. Dan, als je daar staat, in, ja, ik kan maar eens, ik weet niet dat jij de dingen aanvoelt. Het zal een, ja, het lijkt wel een trap en hier ook weer naar beneden, want die trap loopt naar boven, die trap zou naar de kelder gaan. Ja. Mogelijk dat daar iets is geweest, ja. Maar dat voel ik niet, nee. Meneer Douwens, u bent beroepsmatig paranormaal bezig. Hoe betrouwbaar vindt u nou dit verhaal? Ja, betrouwbaar. Wat is betrouwbaar, hè? Dat kan niet anders zijn. Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Op die foto's staan echt... zijn echt dingen die geen drie foto's kunnen zijn. Dat is echt... Het is op zijn minst heel erg opmerkelijk wat hier gaande is. En ik neem aan dat dit waarschijnlijk doorgestuurd wordt naar Utrecht, naar het Parapsychologisch Instituut, dat daar mensen die daar nog meer in bekwaamd zijn, daar hun conclusies kunnen trekken. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit kwijt wil. Ja. Is dit nou echt een spookhuis? Ja, de paragnosten zeggen het. Ja, want ze zijn nu met hun onderzoek bezig en ze bevestigen wat u vermoeden. Ja, in feite wel, want ik heb namelijk die foto's gemaakt. En daar staan dus dingen op die ik niet gezien heb. Ja, en dan ken ik alleen maar, ik ben ermee naar een paragnose gegaan, ze zien het. En ze zeggen, ik heb foto's met geestverschijningen. En die worden dus nou opgestuurd naar de paraspiegische club in Utrecht. Of ze dus echt zijn. En als ze echt zijn, dan ben ik dus een geestenfotograaf. Kijk, iedereen heeft naar het programma geluisterd en laat iedereen zijn eigen conclusie trekken. En u vindt het niet erg dat ik u niet geloof? Iets terug te vinden van de grandeur van wel eer, de jaren 20. Hieronder is het ook een kelder, maar daar voel ik dus niks bij. Een ontoegankelijke kelder. Daar waar ik nu schrijf. En daar schrijf een gat van 40 bij 40 te zijn, maar daar kan je niet in. Dat is heel vreemd. En hier kan je misschien in die kelder iets zien. We zijn nu in Sluiskil, het is het hartje van Zeeuws-Vlaanderen. En dit is het huis van Joost Knop. Joost Knop is fotograaf en hij heeft 2 weken geleden iets op de gevoelige plaat vastgelegd, wat wel een heel bizar staartje blijkt te hebben. Ik zag dus dingen erop, dat ik denk, dat ken ik, want dat heb ik niet gezien. Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat er een soort spookhuis was. Daar ben ik naartoe gegaan. Het was een statig huis uit begin 19e eeuw. Ik heb de foto's gemaakt en ik heb een paar mensen meegenomen, spookhuis. Ik denk, wacht even jongens, even wachten. Ik ga in mijn doka en ik zie met verbazing dat de dingen op staan. Ik denk, hey, dat klopt helemaal niet. Ik zag dus dingen erop. Dat ik denk, dat ken niemand, dat heb ik niet gezien. Maar het stond er wel op. Als je dus goed kijkt, dan zie je er dus een gezicht in. Maar dat ken namelijk niet, want er zit geen vloer hier in het huis. Dus het is een vrij... Maar kan dat niet een foutje zijn of iets met de afdruk gebeurd zijn, te ontwikkelen? Nee, want dan zouden we dus op meerdere foto's... En deze foto is namelijk heel goed te zien dat hier wat is, want dit is een muur, maar dit was er niet, want het was gewoon dus een gewone muur, gewoon een witte muur. Dit hier? Ja. En het lijkt wel of hier, ja, dat is een gezicht en hier is ook iets, of hier staat ook iemand. Ja, het lijkt dat het geestverschijningen zijn, want ik weet het anders ook niet uit te leggen. Want iets wat er niet is, maar staat er wel op, wat je niet ziet, is vreemd.
Wat heeft u toen gedaan? Heeft u stappen? Wat heeft u vervolgens gedaan toen u dit zag? Contact gezocht. Hier met de paragnosten. En ik heb dus gevraagd van, ik heb ze die foto's laten zien. En ik zeg, jongens, ga er eens wat mee doen. Kijk eens, wat is dit? En die hebben dus die foto's bestudeerd. En die zeggen, nou, het zijn geestverschijningen. Goed, jij hebt de foto's dus ook gezien, Dennis. Ja. Wat voel je, wat zie je? Nou, Joost heeft maandag deze foto's bij mij gebracht met de vraag dat is nader te bekijken. Ik heb dat gedaan. Ik heb ze zelfs met een loop beter bekeken en ook wat uitvergrotingen. Maar de dingen die ik zie zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Het gebeurt niet vaak dat die dingen dus, die materialisaties gefilmd kunnen zijn. Op een of andere vorm gefotografeerd. Het is in mijn ogen best wel uniek. Ja, mijn idee is om in ieder geval hier mee door te gaan. En op zijn minst het Parapsychologisch Instituut in Utrecht te raadplegen. En, daar zitten mensen die erin gespecialiseerd zijn en die kunnen daar waarschijnlijk nog meer mee dan wij eigenlijk. Voor jullie is dit niet abnormaal? Nee, zo moet het zijn. Komt niet dagelijks voor, hè? In Bilgen, voor ons in Bergen, is er een lijst op gemaakt geweest dat er 52 verschillende huizen zo bestaan in Wallonië. Die huizen hebben we al bezocht en we voelen altijd hetzelfde. Dus dat is niet abnormaal voor ons. Misschien voor de gewone mens wel, maar voor ons niet. Dit was dus het eerste plaatje wat dus kwam. En ik zei, op dit punt voelde ik echt zo een beetje duwen in mijn rug. Ik ben dus heel benieuwd of uw ervaringen nou een beetje overeenkomen. Wat heeft u nou gemerkt hier? Mijn ervaring is hier zo geweest. Als ik hier binnenkwam, straks, kreeg ik van de morgen zo zegt hartklopping. En ik werd aangetrokken door een achterbouw. En daar is. Na onderzoeken hebben we gevonden dat in de kelder, dat is een gesloten kelder, die zogezegd een soort waterput zou kunnen zijn. En ik ben ervan overtuigd, daar is ooit iemand in verbleven. Want het is niet altijd een waterput geweest, maar altijd een hele tijd droog geweest. Dus ik word altijd aangetrokken door een achterkant van het gebouw. Ik heb de foto's ook bekeken van binnen, maar ik ben eigenlijk meer aangetrokken door degene wat hier in het verleden zich afgespeeld heeft, maar dan inderdaad meer een buitengebied. Ik denk dan meer in de oorlogsjaren, veel legervoertuigen en legertoestanden. Ik heb dus wel van de foto gemerkt dat er in een kamer daarachter, dat er iets verdrietigs is gebeurd. En dan denk ik meer in de trend van een kindje wat bij de geboorte is overleden. Toen kreeg ik weer zo'n koude rilling en het liep wel dat een meisje aan me rok trok. En het is wel duidelijk eentje dat heel veel problemen had. En als ik me daarop concentreerde, was zo van dat meisje dus die huilt heel veel. Die hoort heel veel dingen. Die was eigenlijk continu aan die deur aan het luisteren. Heel veel geluiden dat ze hoorde. En ze kon er niet tegen, heel gevoelig. Voor echt zo mijn hart een beetje ineen krimpen. Mm-hmm. En het eerste wat ik zag, dat was zo'n flits van een vrouw, dus met een lange jurk aan. En die had dus een wond aan het hoofd. Het leek wel dat ze een klein beetje moeilijk had. Ze had wat depressief. En ik voelde er ook huilen en was zo van, ach meid, wat scheelt er nu toch? En dan was dat leek een man, maar dat ze zat op te wachten. En toen dat hij kwam, ja, volgens mij dronk die man. Daar kreeg ze gewoon de slaag van. En ik voelde haar huilen en zo, en dan moet een grote kast gestaan. En dan was ze dus tegengevallen met een wond aan het hoofd. Als ik iemand loopt, krijg ik absoluut andere zwaar afkloppingen. Dat heb ik niet als ik me verplaats van een paar meter. Juist op de plaats dat die foto genomen is, krijg ik hartkloppingen. Hij kan ons ontwormen. Dus daaraan alleen kunnen we voelen, hier is er iets. Dus we moeten nu echt naar buiten, want anders krijgt u een hartinfarct. Nee, hartinfarct niet zo, maar daaraan dat we kunnen voelen, zogezegd, dat er energie aanwezig is. Ja. En ik heb het niet als ik rond het gebouw loop of zoiets. Dus wij zoeken voor een magnetische wel te krijgen waar het veilig niet aanwezig is. Mm-hmm. Dus. En hier is dus duidelijk. Ja, voor mij is dat niet duidelijk. De gang hier is niet abnormaal. Meneer Dirkens, u woont in de nabijheid van het zogenaamde spookhuis. Hè? Dat heeft Joost ons verteld. En u kunt ons vast meer vertellen. Is u ooit iets merkwaardigs opgevallen? Met de bevrijding, een paar honderd meter vandaan, die is er een tank beschoten. De Canadese tank. Nog van de Duitse, die is in brand gevlogen. En er worden de vier jongens zijn erin gebleven. En die zijn begraven in de omtrek van dat zogezegde spookhuis.
Merkt u daar nou zelf ook wat van? Loopt u er wel eens voorbij of ja, heeft u daar zelf nou ook notie van? Hoe bedoel je? Van dat het daar zou spoken of dat er geesten zouden zijn? Daar heb ik nooit niks van gemerkt. Mevrouw lacht, hè? De Zeeuwse nuchterheid. Ja, wij lopen daar dagelijks voorbij. Missen Harry meestal wel, met de honden gaan we daar rond. En dan gaan we daar ook voorbij. En dan zeggen we altijd, dat is toch zonde, zo'n mooi huis geweest. Dat is gewoon zonde. Merkt u nu ook iets als we hier door staan? Nee, ik wel. Voordat jullie kwamen stonden we op jullie te wachten hier. Toen liep ik rond het huis en toen ervaarde ik dus muziek. Toen is er hier gemusiceerd. Er zijn ook drankgelagen geweest. Schilderijen. De gegoede familie heeft zich gewoond. Of meerdere families. Dat is natuurlijk niet allemaal na te trekken. Maar het is niet alleen kommer en kwel rond dit huis. Mensen van stand, zoals de boeren het ja, en ook mensen die met trouwerij te maken hebben. Ik zie hier mensen met trouwkleding lopen. Ja, hoe ik dat moet plaatsen, weet ik verder niet. Maar dat is... Uw dochter is daar... heeft daar jaar geleden. In 76. Dus je moet eens kijken of je dat nou wordt. Toen wordt nog goed en tel. Maar wil je hier verder nog wat mee doen? Wat ga je bijvoorbeeld met de foto's doen? Nou, die gaan in ieder geval naar Utrecht, naar het vader. Of de instantie er eigenlijk voor, ik ben even de naam kwijt. En dan moeten ze maar eens kijken wat het. Dat is heel veel leuk als dat. En voor de rest vind ik het. Ja. Ik vind het niet. Maar u heeft er geen slapeloze nachten van? Nee hoor, ik slaap.